Oké, we doen Warren wel dan. Nee, José. Oh, fuck! Elf is softie. Bruh, dat was ik. Daniel was schieten. Misschien moet dit is geen goed moment voor Daniel om te returnen. Onito! Onito! Ik ga het gate vinden voor Robert. Waarom speel ik nog een kietje en dezelfde Daniel krijgt een nieuwe character. Olaf ook. Olaf doet maar Olaf was C. Dus... Nee, Olaf doet niet genoeg. Hoe bedoel je? Als je straks al Olaf genoeg doet, we zien dan wel wie het is. Als we nu C voor help gaan vragen, dan moet ik genoeg doen, lijkt me. Ja. Was dat C niet tegen? Oké. Okay. Nou, S, het kan ook zijn dat we C niet eens vinden, dat we gewoon alleen maar achter hem aangaan. Oh, heel mooi. Dat is echt een powerpoint. Het lijkt er gewoon. Voor mij ook, ja. Oh, geweldig. Oh. Wachtig. Even kijken of die stem nog komt. Dat is echt lang geleden. Sire decided to seek Say's help. His intuition told him that the conversation he overheard between Say and Guy before must be related to the reason of his master's sudden departure. Het was gay. Cyan wondered when he would be able to return to this place. Dat is niet waar je een vraagteken zet. Oh, ja. Gay had taught him that everyone had their own destiny. He just needed to try his best so as not to regret later. Lief. Oké, hallo. Ja, ik was even aan het kijken naar de originele video, welke stem ik heb gebruikt. Oh, ik heb die stem. Oh. Oh, ik heb die stem. Oh. Ja, succes. Ik noem het de Ugandan immigrant. Ja, dat Morgan moet een squeaker zijn, dus. Ja. Oh. Cyan pretended not to notice, but still didn't let his guard down. Wel een beetje random dit ineens. Strangely, when he turned to the direction of the main road, the pursuer suddenly stopped and changed direction. Now is it Say of Elvis? Nee. Wat? Nee. Nee, ik ben bezig met vrienden. Moet nee. Niet. Moet niet. Ik ga het nee, vlek erop. Ik denk dat ik eventjes niet door heb. Oh, niet, ja. Twee of drie. Ja, ik moest hem verplaatsen en hij is weggehaald door Julian. Dus ik moet hem opnieuw plaatsen. Goed zo. Pak een poefje. Olaf, vraag of Olaf mee wil doen. Wil je een poefje of niet? Wil je smash? Nee, even lekker op. Ja, vraag of hij mee wil doen aan ons project hier. Zeker niet. Onze boekenclub. Het is een visual novel, ja. Visual novel retelling. Is het nu veilig voor iedereen? Ik heb sowieso oortjes in, dus dat was altijd veilig. Ik bedoel, hij ziet gewoon je beeld. Straks... Ja, straks is het weer zoals die ene keer dat Daniel gewoon terugkwam. Ja, dat was een mooi moment. Ja. After nearly 5 days of traveling with little rest in between, Cyan finally reached the town Say mentioned in the note. When he was about to find the address of the inn, a figure rushed over to hug him tightly from behind, making him dizzy from the impact. Okay, this is Say. Surprise, but Say. Nee, ik denk dat Say is. Weet dat Elvin is? What? Wacht, volgens mij... Ja, volgens mij zegt Sharif dit, want het is in zijn... Yeah. He is doing this again. Ja, het was Say. Oh nee. Olaf. Would it kill you if you stop doing this? My lovely Sion, I miss you so much, I could die. Oh nee, dat was verstaan. Well, at least I won't need to look for him. Why do I feel like you're always behind me and not about any time?
Misschien ligt illegaal. No. How could that be possible? I just saw you when I was walking around and couldn't help it. Say let go of him, then started squeezing Sion's cheeks with both hands. Ik kan me niet vertellen. Let's have after the inn. El drietje tussen graceful. Er stond geloof ik safe for work op de site, dus... Dit is niet ja. Ja, die ene Alvis of Elvin heeft toch ook al fucking beren terwijl gewoon ingestaan. Dus oh ja, je hoort zo'n fucking hele been. Ja. Hij hoorde zijn voet altijd verliezen, maar safe work, dat gebeurt niet. Ja, ja. Net als de case. Ja, ik bedoel, het was niet super gory of zo, ik denk dat wel. Nee, maar hij zat er wel heel diep in. Net, oké. Mag safe of de beertrap? Het hing alleen maar aan het huid. Maar zijn nou een man of een vrouw ook alweer? Iedereen is een man. Nee. Okay. Er zijn alleen mannen in dit verhaal, behalve dat ene meisje. Ik ben het dan niet wel eens met dat Sienna een man is, maar oké, okay, sure. Nee, hij is een man. Kijk naar het haar. Ja, ik zag dat ene. Het ene hele lange. Maar het is toch ook, het is een yaoi game, natuurlijk is hij een man. Ja, tuurlijk. Ja. Oh ja. Misschien is hij wel een trap. Een bear trap. Now your task is coming with me to the inn to eat, taking bath and resting. If you refuse, I won't answer any questions, okay? Moet nu gewoon test doen, jongen. Zo erg zus. Je wordt gebalderd. Hoezo is het zus om een test te doen? Straks feestje om een test. Fucking... Fuck off. Among Us. Daniel. Waar ben ik dit? Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. They hurriedly without noticing a man who was sitting on a large tree and silently watching them from afar. Ja, Daniel, dat is his long red hair, coupled with his silver fur scarf, gave an impression of an arrogant and ostentatious young master. Hoezo een young master? En waarom heeft hij navi? Hij is wel een tank. He was looking at the two silhouettes slowly disappearing from his sight. And slightly smirked. The echo. Things are starting to get interesting. Hello? 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 Oh, dat was al mijn tekst, oké, top. Could you guide me to where my master is? I think I need to come to that silver mountain. Is dat niet de titel van de game? Nee, het is Silver Blue. Okay. Sorry, Jim. Do you think you can go there? Don't waste the effort your master put into raise you till now. You should find that Warren and start a new life. Wat, waarom zijn we dan hier naartoe gegaan? Well, Max, come on. We gaan we naar C en dus we gaan naar Warren. Better way betrayal. Ik haat het. Don't be so silly. Most men at your age left homes to build their own future. Stop acting like a child who still needs someone to wipe your ass. Oh god, nee. Oké. Dat is een rare fetish, man. Waar komt deze roast opeens vandaan? Shay, more savage. But it's not like that for me. I have always known that if I take a step ahead, then everybody will disappear when I turn my head back. You don't help me, then I'll find another way. Do you know that way? Dat ging ik net zeggen. You're welcome. Cyan felt angry and frustrated. Deep inside, he knew Say's words were true, but he didn't want to accept it. Crawling in my skin. It was only then I realized that the night was really hot. But then, why did I feel so cold just a moment ago? There's no need to be scared. Master, I caught so many fish. How about having them for dinner? I can finally feed my family. Alright. Call back naar fishing in Neverwinter. But you can't drink again. Try your hair, otherwise you... Wat is er met zijn ogen?
Ik kan net Master. Zeggen. Gewoon schil. Do you think you could find him when he doesn't want to be found? You'll meet him at the right time. Wacht, wat voor zin heeft deze hele reis dan? Next question. Gewoon, Max, gewoon. Kunnen vrienden maken along the... Gewoon. The true friends is the journey we made along the way. Nee. The true friends is the journey we made along the way. Ja. Yeah. De reis was de vriend. Oké, is goed. Inspirational quote. Be a groot kid and wait here, oké? He then pressed Sayaka down to have a seat under a shade, then left. Gewoon wegduwen. That guy, really. He sure knows how to take care of someone, but he always treats me like a kid. Sayan then proceeded to lean against the tree and rested. Dus eerst gaat hij zitten en dan loopt hij gewoon naar een boom om daar tegenaan te leunen. If I'm not mistaken, I have never seen you before. Fuck you, kid. Haha, interesting. That guy hasn't touched you yet, huh? Oké. Okay. I gotta give it a try. Oh nee. Hoe fuck gaat hij doen? He then violently pushed Cyan against the tree, then raised his hand. Cyan briefly stole a spark from his forefinger. Magic. Hey, man has fallen into the river in Lego City. The new emergency collection from Lego City. I'm not gonna scram. Who do you think you are? You wanna fight? Let's see your... Good. Let's see who's afraid of whom. No, do you leave or do you want me to take that out? Wat een gevecht, jongens, holy shit. A strong wind blew from where they stood. Cyan rapidly shielded his eyes from the dust. When he opened his eyes again, the man was nowhere to be found. Weg gewoon, Lusu. Dat instinct. Well, it seems like he's not a performer. Surprise? Maybe. What the fuck? What was the surprise? Cyan shrugged. Thanks to Elvin, he was no stranger to supernatural entities. Ik denk dat die gast eigenlijk echt achter Elvin aan zit. Waar is Elvin ook weer gebleven? En hij is nog in het forest, neem ik aan. Het was zo'n magical forest, en als je daarin gaat, dan word je genezen. Oh, ja. Oh, ik dacht dat je zei, dan word je genezen. Ook je zei, dan word je genezen. Ja, door een bear trap. Dat is mooi. From now on, you will witness even many more strange occurrences. Brace yourself. Eigenlijk, dus die gast die wist dat ze eraan zouden komen. Dus had hij toen expres overal beren vallen geplaatst? Bam, bam, bam. Wacht. Of had het daar al over gehad? Wat een plot. Ethan, ja. Wist hij dat niet? Nou ja, het kan alsnog toeval zijn. Ik bedoel, misschien heeft Ethan wel die bear traps gewoon voor een dier geplaatst. En was het niet de bedoeling dat Elvin erin zou stappen? Morgan, we zijn niet diep genoeg verdiept in de lore voor deze game. Eigenlijk zouden we dit moeten analyseren op school. Allee, gewoon het Engels luisteren. Van wat bedoelde ik schrijven hiermee? Ja. Dat is best wel een goed idee eigenlijk. Welk maatschappelijk probleem wordt hiermee aangekaart? Dat is niet genoeg jou. Rape waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Child abuse. Drugsgebruik. Ja, roofies. Achtergelaten kinderen door een vader die melk gaat halen.
Hits close to home, man. Oh, yeah, that was shit. Moreover, stay away from that guy. Just a light touch from him could send you flying. Silent. Did he mistake me for someone else? Yeah. What's wrong? You know who the person is, right? There's an old acquaintance of me and your master. Former hero port, let's go. Oh shit. Oh. What the fuck? Oh. Dit is wel heel kort. Snel. Gelukkig. Het is ook wel heel close up, ja. Heel kort opzij.